ging laatst met mijn moeder uit eten in een super luxe vleesrestaurant. Het was heel erg lekker, maar ook best wel duur. Het kostte mij letterlijk een spare rib uit mijn lijf. Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Fusion Generation. Ik heb vandaag echt een super goede dag en ik hoop dat jullie kijkertjes ook een super goede dag hebben. Zo niet, ga ik jullie niet zo'n super goede dag een iets meer super goede dag maken door het te hebben over mensen die niet zo'n super goede dag / leven hebben. Huh? Wat bedoel je? Ik kom er zo meteen bij. Zo zijn er in deze wereld een heleboel mensen met een tatoeage. Dat is niet per se slecht, want ja, je betaalt voor een tatoeage. Je wil zelf een tatoeage. Van hun ex-vriendin! Mwahaha! Dat is toch weer een van die zielige dingen. Dan denk ik, ja, mijn leven is kut. Maar ik heb tenminste niet heel groot hier Pamela staan. Met een foto van Pamela erbij. Nou heb ik zelf nooit een Pamela gedate. Maar als jij een ex-vriendin hebt genaamd Pamela, wens ik je daar heel veel sterkte mee. Doe even een duimpje omhoog. Er komt sowieso een Pamela in de comments. Die zegt, hey, dat is niet aardig. Sorry Pamela, ik moest een naam noemen. En Pamela is gewoon zo'n typische naam voor een hele goede ex-vriendin. Dat is geen leuke naam om te hebben. En ik snap het ook niet helemaal. Van alle dingen die je kan tatoeëren, waarom je vriendin? Weet je, is het omdat je bang bent dat je vergeet hoe ze heet en hoe ze eruit ziet? Dat je even doet van, oh ja, er zijn ook mensen die tatoeëren hun eigen naam. Ze ben je hetzelfde ding. Hoe heet ik ook alweer? Rick. Als ik een tatoeage zou moeten nemen, wil ik graag hier een horloge. Gewoon, hop, dat vind ik wel vet. Je eigen naam en geboorteplek tatoeëren is ook wel grappig voor als je het even helemaal vergeten bent. Doe dat ook meteen op je voorhoofd en een barcode erbij. Ik snap het gewoon niet helemaal. Is het dan omdat je gewoon aan je vrienden wil laten zien hoe je vriendin eruit ziet? En dan gewoon, hé, hey, kijk jongens, Pamela. In plaats van gewoon, ja, een foto van Pamela op je mobiel. Kijk, ik heb toevallig zelf een foto van Pamela als achtergrond. Het is een normale achtergrond. Er zijn nog meer situaties in de wereld die best wel fucked up zijn. Zoals dit stadje in Pokémon. Denk je, oh, naar deze gym toe? Onzichtbare muur. Hiernaast kun je wel nog een... voor mij kun je normaal of Hitmonlee of Hitmonchan halen. In Pokémon Fusion krijg je een combinatie van die twee. Alleen, die gyms schijnen best wel mega sterk te zijn. Dus we kunnen beter gewoon meteen doorlopen naar links. Die links. Dus, wat is nog meer heel kut? Op de deep web kun je heel veel shit kopen. Zoals je dagelijkse dosis cocaïne, je dagelijkse dosis moordwapens, maar ook huurmoordenaars. Er zijn op de deep web redelijk veel mensen die zeggen, hey, voor 30.000 euro maak ik een persoon dood. Jij noemt die persoon, ik maak hem dood. En dan is voor mij de regel dat ze geen top 10 politici doen. Als je nu bang bent waarom ik mij hierin zo in verdiept heb. Ik heb wel eens wat deep web YouTube video's gezien. Ik ben zelf nooit op de deep web geweest. Jammer genoeg, anders had ik meteen even een huurmoordenaar van Pamela gefixt. En nou is het ding dus dat af en toe worden er letterlijk mensen vermoord door huurmoordenaars. Dat is in principe sowieso al sneu. Wees blij dat jij niet vermoord bent door een huurmoordenaar. Maar dan dus de verkeerde persoon. Dat is ook heel kut. Ben je 30.000 euro kwijt aan een huurmoordenaar? Maken ze de verkeerde persoon dood? Ik zou boos worden. Hoe los je dat op met die gast van de deep web? Zo van, gast, mag ik nu wel met 30.000 euro terug? Of hou jij dit nu? Moet ik, hoe los je dat op? Nou is het ook best kut als je 30.000 euro betaalt de deep web voor een huurmoordenaar. En hij doet het gewoon niet. Zegt gewoon thanks voor de 30.000 euro, gast. En dan gaat hij gewoon weg. Je kan niet naar de politie en zeggen, yo politie, ik had een huurmoordenaar besteld voor Pamela. Maar ze zijn niet opkomen dagen. En mag ik nu wel alsjeblieft mijn geld terug? Volgens mij is dat niet iets wat je kan maken. Probeer het alsjeblieft. En dan zien we dan wel weer. Doe me denken aan de strychnine. Dat is de molecuul vroeger in rattengif. En dat werd toen gebruikt zogenaamd om mensen te vermoorden in heel veel films. Maar uiteindelijk is het nooit in de echte wereld gebruikt om iemand te vermoorden. Op één zaak na. Er was een man die wilde zijn vrouw vermoorden met rattengif. Toen was hij het rattengif kwijtgeraakt. En hij had toch zoiets van, ja, er is toch ergens een heel klein beetje rattengif. Want dat is gewoon, ja, als mensen een paar korrels ben je dood. Dus, hij ging naar de politie van, ja, ja, mijn rattengif is kwijt. Toen zat het in zijn jas. Dat is zo mij. Voor mij heb ik dat verhaal al een keer verteld. Maar het is een goed verhaal van hoe je niet je vrouw moet vergiftigen. Sowieso, als je je vrouw wil vergiftigen, doe het gewoon niet. Het is gewoon niet heel aardig, weet je wel. Ik snap dat je van je tatoeage af wil van Pamela. Maar Pamela doodmaken haalt niet de tatoeage weg. Voor de rest heb ik trouwens helemaal niks tegen tatoeages. Ik weet niet of ik ooit een tatoeage zou willen nemen. Misschien van een molecuul of zo. Een molecuul dat heel veel voor mij betekent. Ik weet nog niet precies. Niks tegen tatoeages. Zolang je ze maar niet op je voorhoofd zet. Niet de mooiste plek voor een tatoeage. Of je hele lichaam moet toch al vol zitten en je hebt nog ruimte op je voorhoofd. Dan mag het van mij. Je mag sowieso met je eigen lichaam doen wat jij wil, hoor. Daar niet van.
Dus, nog meer mensen met heel veel pech. Ik had er net op gegoogeld, gewoon mensen met veel pech. Most unlucky people. Want ja, in het Nederlands vind je niet zoveel. En er stonden wel een paar interessante dingen bij. Zo stond er als persoon met meeste pech. Er was een stelletje en die zijn bij 3 aanslagen geweest. Ze gingen op vakantie naar Amerika. Toen was 9-11. Die girls kunnen trouwens gaan vangen, joh. Dat is wel even een dingetje. Ze waren aanwezig bij 9-11. Toen gingen ze naar Londen. Toen was dat de grootste metrobomaanslag in jaren. En toen gingen ze nog ergens heen. Gewoon weer een aanslag. Ga je daar nog op vakantie? Voel je op een gegeven moment een beetje... Misschien hebben ze het wel op jou gemunt. Hebben ze een vliegtuig zo, duizenden mensen dood, gewoon omdat ze jou dood wilden hebben. Niet gelukt, dan maar een metrostation opblazen, weer niet gelukt. Ik zou niet heel fijn meer op vakantie gaan. Er was ook een vrouw die zou, wel 3 keer zou ze op een boot moeten zijn die gezonken is. Zo, want dan heb je geen pech, je hebt 3 keer de dood ontsnapt. Dat is juist het tegenovergestelde. Er was ook een man, die was geloof ik 3 keer getroffen door de bliksem. Wat zijn de kansen? Zeggen de bliksem slaat nooit op dezelfde plek in? Nou, wel als diezelfde plek beweegt en jij die plek bent. En er zijn mensen die getroffen worden door de bliksem overleven. Ik weet niet echt wat de overlevingskansen zijn van getroffen worden door de bliksem. Het is vast een schokkend aantal. Oh, zeg maar, als ik het sowieso zou overleven, dan zou ik best wel... Als ik zeg maar 100% garantie krijg dat ik het overleef, zou ik best getroffen willen worden door de bliksem. Gewoon puur dat ik kan zeggen, yo, ik ben getroffen door de bliksem. Sommige mensen houden ook hele coole littekens eraan over. Het is vast niet heel chill. Het is voornamelijk je hart. Als de bliksem door je hart heen gaat, dan heeft je hart zoiets van... What the fuck? En dan kapt je hart ermee. Ja, het is gewoon niet heel fijn. Gewoon niet heel fijn. Nou, in plaats van vermoord worden door de bliksem, wat uit de lucht komt... Is er ook ooit een vrouw vermoord door pis? Ik denk dat ik dit verhaal ooit al een keer verteld heb, want het is een legendarisch verhaal. Het gaat als volgt. Vliegtuigen. Vandaag de dag, als je daarin pist, gaat het gewoon in een bak. Net zoals in campers. Ik weet niet of je ooit in een camper bent geweest, maar die wc is gewoon een smerige bak. En aan het einde van je vakantie moet je 3 weken aan kak zo eruit gieten. En het meurt gigantisch. Vliegtuigen doen het vandaag de dag ook. Treinen niet. Dat valt gewoon op het spoor. Daarom mag je niet poepen en plassen als je stilstaat. Wat iedereen gewoon doet. Nou, plassen kan wel, maar als je gaat poepen terwijl je stilstaat op Amsterdam Centraal, ligt er overal poep. En dat gebeurt ook. Ik zag laatst nog een rat lopen op Amsterdam Centraal. Nou, kan toch niet. Ga even deze gym verslaan trouwens. Vroeger viel het gewoon nog naar beneden. En boven in de lucht is het soms best wel koud. Weet niet of je ooit met vleugels zo heel hoog in de lucht bent geweest. Kan best koud zijn. Die plas van het vliegtuig verandert in een soort speer. Gewoon een gigantische pegel. En die viel met gigantische snelheid naar beneden. Die heeft dus gewoon een vrouw zo flats doorboord. Je zou maar doodgaan door een pisspeer uit de lucht. En dan smelt die speer en dan lig je gewoon dood met een gigantisch gat in je lichaam. Met een plasje pis erop. Dan is de vraag voor de politie ook. Hey, what the fuck is hier gebeurd? Er is ook een vrouw getroffen door een meteoriet. Dat is ook wel fijn. Dat is een geval van een vrouw die was lekker aan het slapen. Werd ze wakker omdat er een meteoriet uit de ruimte op haar hoofd viel. Dan denk je ook van, maar waarom dan? Dus ja, dat is mijn lijst van de minst gelukkige... Tenminste, niet, ik zei niet dat die mensen ongelukkig zijn hoor. Ik kan me best voorstellen dat je niet iedere dag jezelf in slaap huilt. Wow, super cool fusion. Omdat je een tatoeage van je vriendin hebt. Of van je ex-vriendin. Het is gewoon helemaal handig als je een naam getatoeëerd hebt, zoals Pamela. En dan gewoon een ander meisje zoekt die ook Pamela heet. Zeg maar, op Tinder kan dit zo. Ik ben op Tinder geweest. Alleen maar Pamela's daar, joh. Het is gewoon super goed te doen. Er was wel een man die had als van mij met de naam... Ik gok even een naam. Ik gok Emily. Er was een man die had een vakantie geboekt met zijn vriendin. Toen ging het uit. En de tickets stonden al op haar naam, maar dat kon hij niet veranderen. Toen ging hij op zoek naar een meisje met dezelfde naam die met hem op vakantie wilde. Gewoon ja, ik betaal de vakantie, anders moet ik in mijn eentje. Je hoeft me niet per se te seksen, maar gratis seks is wel gratis en chill. Sex me please. Ken je dat gevoel? Ik wel. Even kijken, we kunnen beter die execute dood maken, want die Donphan is toch scheidirritant. Ja, die gaat toch niet dood. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik wil gewoon heel graag van deze gym winnen. En als dat zou kunnen... Zou ik dat heel chill vinden. Spelfout heeft wel nog als HP. Oké dan, ik heb het verpest, of niet dan? Spelfout heeft als HP. Laat maar, oké dan. Wat gebeurt er allemaal? Nee, nee, execute, stop. Die execute moet gestopt worden. En dat gaan we nu doen. Met hele gemene moves. Nee, echt waar, die execute moet even dood. Niks tegen jou, execute. Maar zou je alsjeblieft dood willen gaan? Dankjewel, geen moeite. En hij ging dood, of niet dan? Yes. Fucking dubbelgevechten. Het probleem met dubbelgevechten is dat je zeg maar 2 goede Pokémon nodig hebt. Heb ik niet. Ik heb maar 1 goede Pokémon. Dat is spelfout. En dat is niet zo handig. Oeh, een nieuwe move. Swift. Weet je wie een goed leven heeft? Taylor Swift. Nou gaan we niet een heel debat hebben over wat Taylor Swift doet met haar leven. Goed of niet goed is. Maar ja, het is een beetje een rare move. Hij mist nooit.
Ah, doen we dat. Ja, de quick attack mist ook nooit. Softboiled hield jezelf, maar dat ga ik toch niet doen. Ah, fuck Taylor Swift. Ik doe er geen Swift. Nope. Superfine standalone Swift. Did you move to make room, Swift? Nee. Oké, dan niet. Ja, yay. Dan mag ik weer verder. Wow, een Giraffaloom. Oh man, ik ben dol op lelijke gefused Pokémon. Giraffaloom is een uitvinding voor de mensheid, dames en heren. De grote vraag blijft een beetje, hoe ga ik deze bitches doodmaken? Daar heb ik nog niet helemaal een antwoord op. We kunnen ze vergiftigen. Ik weet niet of je vaak mensen vergiftigd hebt. Laat het in ieder geval niet in je jaszak zitten. Hey, een belopende grap. We kunnen eventjes een poison powder doen. Dan gaat hij in ieder geval heel langzaam dood. En dat is toch uiteindelijk wat we willen, of niet dan? Nee, die kop stoot er best wel pijn eigenlijk. En hij flinst. En oh, nee. Yes! Je bent zo vergiftigd als die vrouw die niet vergiftigd was. Je bent best wel vergiftigd. Oké, dan kunnen we die in één hoedje doodmaken. Vergiftigen we dat andere mislukte giraffe ding ook meteen eventjes. Als je toevallig een mislukte giraffe in je bezit hebt, ik ga hem vergiftigen. Weet je het ook meteen eventjes. Wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er allemaal op mijn beeldscherm momenteel? Heel veel dood en verderf. Mijn halve team is ook aan het sterven. Dit is niet hoe ik het in gedachten had. Maar er staat hier tenminste niet heel groot Pamela. Zeg maar, je kan beter een tatoeage nemen van je moeder. Want wat er ook gebeurt, je moeder is sowieso nog je moeder. En je vriendin is niet, wat er ook gebeurt, sowieso nog je vriendin. Ik vind dat soort tattoos wel cool. Van die mensen die echt zo'n anker hebben met zo'n hartje erbij waar de mama op staat. Dat is fucking cool. Dan ben je een hele gigantische gespierde man met een baard. Dan heb je zo mama. Dat vind ik vet. Misschien moet ik het ook doen. Gewoon niet gespierd zijn, geen baard, maar wel gewoon een tatoeage met mama erop. Ik weet niet of mijn moeder daar zin in heeft, maar mam, vind je het goed als ik een mama tatoeage laat zetten? Als ik een moeder was, dan had ik het super tof gevonden, zo van kind. Hier heb je, zet er ook meteen een hakenkruis bij, groetjes mama. Oh, hakenkruis tatoeëren, blijft een ding. Ik vraag me ook af wie dat zette. Kun je gewoon naar een willekeurige tattoo shop in Nederland en zeggen, ik wil graag een hakenkruis. Want ja, de meeste tatoeage mensen, tatoeëerders, die hebben toch, ja, voor hun is toch een soort kunst. Het menselijk lichaam is een soort kunstdoek waar zij hun trucje op doen. En die willen vaak ook wel iets zetten wat ze zelf mooi vinden. Alhoewel, de klant is koning. Als jij een hakenkruis misschien niet, maar als jij gewoon zegt, ja, ik wil een Pikachu, gaan ze niet zeggen, ja, fuck Pokémon, je bent toch geen klein kind meer. Je hebt ook van die programma's waar mensen gaan tatoeëren en dan wedstrijden en zo. En dan hadden ze dus soms een open doek. Mensen konden zich gewoon opgeven. En kregen een gratis tatoeage voor de finale en je had geen inspraak. En dan was er een vrouw die had echt de hele rug, zo'n gigantische horror tatoeage. Gewoon gigantische doodskop spinnen. Ja, dan moet je wel vet vinden, anders heb je wel een gratis tatoeage. Maar je hele rug is wel met doodskop en spinnen. En als je daar niet van houdt, is het gewoon niet zo handig, of wel dan? Wat is hier allemaal te doen dan? Ik zit gewoon een beetje rond te kijken van, hey, dit stadje ziet er normaal heel anders uit. Wat heb je met mijn stadje gedaan? Oeh, supergeheime achteringang. Je ligt op het dak normaal een Eevee, toch? Of ben ik weer helemaal lijp geworden? Nou? Geen idee. Hey, ligt hier wel een balletje in ieder geval. Quick found one Everstone. Ook goed. Het is niet helemaal wat ik verwachtte, maar het is goed genoeg. Oh ja, moeten we niet nog een gym verslaan? Oh ja, daar waren we mee bezig, of niet dan? Nee, is wel goed zo. Ik heb al mijn Pokémon geheeld, lijkt het op. Dus dan kunnen we in principe weer verder. Het is een beetje verwarrend, omdat deze game lijkt heel erg op Pokémon FireRed. Maar het is het net niet. Vooral die oerkreten van mij. Rawr, erbij. Dat geeft toch een extra tintje aan emoties en al die shit. We kunnen gewoon lekker de gym induiken. Kijken of Erika een beetje wil vechten. Erika, wil jij mijn Pamela zijn? Pamela. Ik ben benieuwd hoeveel kijkers ik heb die Pamela heten. Ik bedoel, 83.000 abonnees. Dat is best veel abonnees. Hoeveel Pamela's wonen er in Nederland? Ik weet dat Rick is echt nummer 400 of zo op lijst met veel gekozen namen. Dus er zijn redelijk wat Ricks in deze wereld. Maar het is zeker niet veel. Er zijn 400 namen voor mij. Ik heb geen idee hoe ik mijn kind zou noemen. Pamela waarschijnlijk. Ik ben waarschijnlijk wel zo'n ouder die zijn kind een veel te fancy naam geeft. Zoals Juno. Zo'n Griekse of Latijnse naam van de goden. Artemis. Ares. Anus. Xavier, dat is geen gewone naam, er zit gewoon een X in. Iedere naam met een X erin, sowieso goeie. Twix. Mag je je kind Twix noemen? Zijn daar regels voor? Ik hoop het niet. Oh man, waarom ben je zo? Jij bent zo! Ik ga even mijn Gladdles erin flikkeren. Als jij mij gaat laten slapen, ga ik jou vergiftigen, vriend. Dat is de deal die we maken vandaag. En doe even niet, kom op. Ik ben 5 levels onder je. Denk even aan je medemens. Hey. Oh shit, dat was niet de bedoeling. Sorry, klikfout. Mijn leven. Nou, doe maar poison powder. Ja, nee. Ah, kom op. Ratapata. Dat is gewoon heel irritant. Gast.
Begrijp je hoe irritant je momenteel bent? Of denk je gewoon dat dit normaal is? Dat is gewoon even het ultieme dilemma waar ik je voor zet. Vind je dit normaal? Of vind je dit zelf ook kut? Want ik heb er even over nagedacht. Ik vind dat je best wel een klootzak bent. Dan laat je me slapen. Dat is jouw kans om heel veel schade te doen. En dan aan het doen ben, is gewoon heel weinig schade doen. Oh, tuurlijk heeft het geen effect. Oh, nou dat je even mogen zeggen. Doe dan maar sleep powder. Heeft dat wel effect? Zeg het er meteen even bij als het geen effect heeft. Ik heb geen zin om al die shit te onthouden. Nou, dan gaat het weer mis. En ja, dan weet ik nog steeds niet of het nou effect heeft of niet. Nee! Ah! Het is een heel groot gevecht met heel veel poedertjes overal. Net de deep web dit. Overal cocaïne. Deze Pokémon kan letterlijk geen enkele vorm van damage doen, behalve absorb. Dan kunnen we hem beter super fijn erin flikkeren. Die heeft hier en daar elektrische aanvallen. Kan je dood van gaan, denk ik. Hoop ik. Ja, ga maar lekker slapen, Ivysaur. Ga maar lekker slaapje doen. Hotsky day. Shockwave op je bakkes. Doet dat nog veel damage? Nee, echt. Triest weinig. Oh, hij is meteen weer wakker, tuurlijk. Vijanden, hè? Vijanden. Altijd hele korte slaapjes doen, meteen weer wakker worden. Super ongehoord. Heb ik niet toevallig gewoon iets van een word wakker ship bij me? Hey, een awakening. Geven die gewoon een spelfout. Ga ik even doorvechten met Superfijn tot hij dood is. En dan zien we dan wel weer. Maar dit schiet dan misschien niet heel erg op. Superfijn is hurt by poison. Dat vind ik niet fijn. Quick attack. We zijn van hetzelfde level, dus ja. Echt, voor mijn gevoel kan Superfijn... Zeg maar net helemaal niks. Wat ik ook doe met Superfijn, het is gewoon niet Superfijn. Het doet of veel te weinig damage, of echt onmogelijk weinig damage. Het is één van de twee. Dit is niet echt een mooie middenweg. Van hey, dat is gewoon hoeveel damage waar je iets mee kan. Nee. Nou, spelfout, je mag je weer bewijzen. Als je weer in slaap valt, kijk, klappen. En als je weer klappen krijgt, val je weer in slaap. Doen we het zo. Hoppakee, bite. Hopelijk gaat hij nu al één keer dood. Yes. Nou, voor mij heeft deze gym persoon meerdere Pokémon. Want ja, lachen. Tuurlijk is er nog een Pokémon. Oké, dan. Een Eevee-sar. Oh, wat leuk. Een combinatie tussen een Eevee en een... Dat is best grappig. Eevee-sar, ga dood. Is goed. Het gaat wel redelijk. Voel Eevee-sar flinched. Ik hoop dat Eevee-sar geen sleep poison kan, want daar heb ik geen zin in. Oké, dan. Tuurlijk. En de hele muziek valt weer weg. Deze game is een beetje glitchy geworden op het gebied van geluid. Soms gaat de muziek opeens heel zachtjes en dan gaat hij weer normaal aan. Ik snap het ook niet helemaal. Piemelman, dit is jouw moment om ook in slaap te vallen. Want ben ik nou zo slaapverwekkend? Ik vertel verhalen van mensen die getroffen worden door speren van pis. Dan denk ik toch, ja, waar op YouTube haal je dan dit soort verhalen vandaan, weet je wel? Ik weet niet. Zijn er andere YouTube-kanalen die praten over speren van pis? Ik denk dat Serpent Gameplay de enige is, maar dat kan aan het lichaam ego. Natuurlijk. Ivysaur. Even serieus, je ziet er best grappig uit. Ik vind je een grappige Pokémon. Maar zou je alsjeblieft dood willen? En zo lief, ja, zo graag mogelijk gewoon nu, zeg maar als het kan. Low kick! Ah, kom op, vieze poedernicht! Ik poeder je in je ballen! Dat gaan we even lekker doen. Oh, poederen is echt een term die ik alleen maar ken uit het voetbal. Gewoon als je heel hard de bal schiet, noemden wij dat vroeger poederen. Geen idee wat nog steeds een veel gebruikte voetbalterm is. De enige voetbalterm die ze vandaag de dag nog gebruiken is... Goal! Dat is de enige voetbalterm die ik nog een beetje goed kan herinneren naast poederen. Ik kon zelf nooit mikken met voetbal, dus gewoon dat keihard met mijn punt. Dat noem ik dan punten. Ja, schiet gewoon keihard met de punt van je schoen. En de bal is heel onvoorspelbaar. En dat is ook heel fijn voor de keeper, want die heeft ook geen idee wat er aan de hand is. Hey, dat is wel een leveltje omhoog, dat is fijn. Yay, Tina! Moeten we weer de politie gaan bellen? Wow, Tina, rustig. Chillax. My girl, Tina. Ik ga even gaan naar Pokémon Centrum. We kunnen nog even die laatste vrouw verslaan. Dan kunnen we de volgende aflevering gewoon lekker Erika aan elkaar batsen. Op een niet-seksuele manier, hè. Gewoon puur jouw Pokémon dood, mijn Pokémon niet. Gewoon zo'n manier van batsen, zoals het bedoeld is. Waar is het fucking Pokémon Centrum ook alweer? Nou, goeie vraag. Voor mij aan de andere kant van de stad. Maakt ook niet uit. Zo. Waarschijnlijk krijgen we van Erika in ieder geval weer een nieuwe Fusion. En vaak is het dus ook zo dat de Fusions die je in de gym zelf tegenkomt, die kun je vangen dicht bij de gym later. Heb ik heel vaak niet gedaan. Maar er zijn een aantal plekjes in de game waarvan ze op de Wikipedia-pagina van Pokémon Fusion zeggen van... Ja, na de gym kun je nu in dit grasje deze Pokémon vangen. Dus dat moeten we nog een keer gaan doen. Uiteindelijk wil ik toch wel alle Fusions. Hoe gaat dat met mijn Pokédex? Ik heb een Farfetch'd, een Pikachu. Die kun je ze nog een keer goed zien. Herawood, Shakopee. Shakopee kun je bijvoorbeeld ergens vangen, ergens. Poliba, Squirtoto, Chantabuzz, Pikelio. Het is echt heel grappig. Ik hou van Pokémon Fusions. Ze zijn lachen. Ze zijn grappig. Oké, dan. Ah, we gingen nog een gym verslaan. Daar waren we gebleven. Ik denk dat we het gaan behouden voor deze aflevering. Volgende aflevering verslaan we Erika naar Slettenbak BFF's in een episch Pokémon gevecht door de dood.
En even kijken naar deze aflevering. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En niet getroffen wil worden door speren uit de lucht van pis. Of een tatoeage op je arm wil waar Pamela op staat. Maar wat is je moeder Pamela heet? Dan mag het van mij. En even kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!